Hallo, happy Sunday als je meteen kijkt en anders gewoon welkom bij een nieuwe video. Vandaag laat ik je zien hoe ik zonder foundation, zonder mascara, zonder lipstift en lipgloss deze look creëer waarin ik me toch heel fijn en glowy en een beetje opgemaakt voel. Dus hoe je met minimale middelen toch een bronzy glowy look creëert. Ik draag dit vaak in het weekend of als ik even geen zin heb in die hele riedel make-up. Als ik bijvoorbeeld de hele week veel shoots heb gehad en dergelijke. En ik moet zeggen dat ik niet een no make-up person ben. Vooral omdat ik me dan te onzeker voel over mijn huid. Ik ben nooit een meisje geweest dat helemaal een perfecte huid heeft. Dat heb ik echt nog nooit kunnen bereiken. En ik hoop wel dat ik ooit iets vind qua peelings of behandelingen of producten wat me wel daar gaat brengen. Eerder deed ik echt altijd foundation op, want dat voelt toch een beetje als een soort safety blanket. Maar ik wil nu wel naar een plek toe waarbij dat niet meer hoeft en ik alleen met concealer een beetje kan werken of bijvoorbeeld met een BB cream. En ik vind ook wel in een tijd waarin je zoveel hele over de top tutorials ziet waarbij heel heftig geshaped is, vind ik het ook wel fijn om te laten zien dat je met maar een paar items toch heel fris en een beetje opgemaakt en mooi uit kan zien. Als een soort tegenbeweging. Ik vind wel dat ze allebei moeten kunnen bestaan. En dat je niet meer alleen mooi opgemaakt bent als je vol in de gecakte make-up zit. Dus met dat alles in gedachten, hier bij de tutorial over hoe ik een glowy look aan mijn huid geef zonder al te veel producten te gebruiken. Daar is mijn naked face. Oh, zo confronterend dit. Ik begin met een radiance primer. En hoewel ik geen foundation op ga doen en dus niet per se een primer nodig heb, vind ik dit gewoon een hele fijne glans geven. En het legt net een soort verfrissend laagje over je huid, waarbij je poriën iets minder zichtbaar worden. En het zorgt er ook voor dat de concealer die ik zo meteen aan ga brengen gedurende de dag beter blijft zitten. Omdat je T-zone natuurlijk wat vetter is sowieso en sowieso wat meer glimt, breng ik het niet over mijn hele voorhoofd aan. Eigenlijk kan je dit ook al een beetje als een basis voor je highlighter zien. Dus de plekken waar je wil dat het glimt, breng je het misschien wat extra aan. En ik smeer zelf ook net iets meer op de plekjes die ik heb. Omdat ik wil dat de foundation daar beter pakt en dat die huid er wat gezonder uitziet. Dan op naar de concealer. Eigenlijk het enige wat we gaan gebruiken om de huid te perfectioneren. Ik breng het aan op gebieden op mijn gezicht die wat donkerder of gepigmenteerder zijn. Wat natuurlijk het voorhoofd is, de neus en de kin. En ik stip één voor één de oneffenheden aan waar ik me aan stoor. Ik gebruik het liefst mijn ringvinger omdat mijn vinger dan de concealer een beetje opwarmt en ik het gevoel heb dat die daardoor beter blendt. Ik vind het ook wel passen bij deze stijl van super quick and easy make-up. En ik vind het handig dat alle concealer die dan nog op je vinger zit, je gewoon een beetje uit kunt smeren over de rest van je gezicht zonder dat je extra product hoeft te pakken. Dus de leftovers die op je vinger zitten, die verspreid je vanzelf een beetje over de rest van je gezicht. Dan de stap waarbij die mooie bronzy look wordt aangebracht. Ik doe dat met een bronzer dus natuurlijk. Ik gebruik daarvoor een fanbrush omdat dat een heel subtiel zacht effect geeft. Ik ga ook heel licht over de poeder heen zodat ik maar een klein beetje product pak en dan bouw ik hem eigenlijk op. Daarna ga ik met mijn kwast over dit bronzer en blush duo en eigenlijk gewoon heel messy ga ik daar met mijn kwast overheen. Hoeft niet perfect. En daarmee zet ik wat kleur op mijn wangen aan. Altijd fijn. Dan ga ik door naar mijn ogen waar ik wederom gewoon met mijn handen alles aanbreng. Ik doe het gewoon met mijn ringvinger en dat past ook prima in de ooghoekjes. Ik ga met mijn vinger ook altijd even langs de onderste wimperrand, zonder dat ik daar nog specifiek oogschaduw op doe. Op 1/3 van mijn ooghoek breng ik de lichtste kleur aan. En dan over de rest van mijn ooglid die bronsachtige tint. En dan ga ik met mijn ringvinger nog heel even in die iets donkerdere matte kleur. Puur om een klein beetje accent te geven aan de buitenste ooghoek, maar het is echt minimaal. Dan doe ik nog een klein beetje highlighter, wat eigenlijk voor het gezicht bedoeld is, in mijn binnenste ooghoek.
En die maakt ook wel een groot verschil, vind ik altijd. En dan is het tijd voor wat brow magic. Ook een natuurlijke look wordt echt wel afgemaakt door je wenkbrauwen een klein beetje liefde en aandacht te geven. Dus dat doe ik met een vrij lichte poeder. Het is eigenlijk een oogschaduw van MAC in de kleur Omega. Die zet ik vooral aan het begin en aan de bovenkant van mijn wenkbrauw een beetje aan. Dan gebruik ik een wenkbrauwgel. In principe is die gewoon doorzichtig, maar hij is een beetje verkleurd door het gebruik. En dit zorgt ervoor dat ten eerste de haartjes mooi rechtop gaan staan, waar ik zelf van houd. En dat deze look de hele dag blijft zitten en je wenkbrauwhaartjes mooi op hun plek blijven. Het is eigenlijk gewoon gel, maar dan van je wenkies. En dan nu de magic word, highlighter. Dit is echt mijn favoriet, zoals je al zag in mijn beauty favoriete video. Ik zet deze vooral op mijn cheekbones aan en een klein beetje onder de wenkbrauw. Eigenlijk de plekken waar je wil dat het mooi glanst en waar het licht eigenlijk sowieso op je gezicht zou vallen, daar breng ik het aan. Het product dat nog op mijn handen zit, gebruik ik dan voor de Cupid's Bow en voor mijn neus doe je nog een klein beetje extra. Dan nog een lippenbalsem. En klaar! Als je nou nog iets meer kleur wilt toevoegen, dan kan je bijvoorbeeld gewoon met je vinger heel even over een lippenstift heen gaan en dat nog wat op je lippen deppen. Is minder opgemaakt dan dat je echt een lippenstift aanbrengt, rechtstreeks op je mond. Maar het geeft je gezicht net wat kleur. En dit was hem. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze tutorial. Dat je het leuk vond om te kijken. En dat je vragen, je dringende beauty vragen over deze glowy look nu beantwoord zijn. Dankjewel voor het kijken. En vergeet natuurlijk niet je te abonneren als je meer van dit soort video's wil zien. En tot in de volgende. Doei!